heb gewoon... Maar schrijf je zeg maar als je schrijft, die kuk, schrijf die ook op. Weet je niet. Yes, goedemorgen jongens en welkom maar weer bij een nieuwe vlog. Zoals jullie horen, hoor jullie mijn dochter op de achtergrond, is lekker aan het spelen. Mijn vriendin is werken en ik ben net een beetje wakker aan het worden. Ben je lekker aan het spelen? Maar voordat we met de dag gaan beginnen wil ik jullie nog even iets oproepen. En dat is dat we weer gaan beginnen met de nieuwe First Times op Ziggo. En dit keer is het best wel een bijzondere, want jij kan er ook bij zijn. En hoe je dat moet doen? Nou jongens, op 30 mei is in de Ziggo Dome Young Impact. En dat is een dag met allemaal gekke optredens van Ronnie Flash, Teske. En er komen nog veel meer en jij kan daar ook bij zijn. Het is heel simpel, je hoeft alleen maar naar youngimpact.nl te gaan. En je moet gewoon een challenge opgeven met een positieve impact. En ja man, dan kan je erbij zijn. En YouTube en ik gaan alle opgegeven challenges nakijken. En vervolgens gaan we er eentje uitkiezen. Gewoon de vetste kiezen we uit. En degene die wint, ja, daarvan laten we de wens uitkomen man. Dus stuur je challenge in. Link staat in de beschrijving. En waarschijnlijk ook hier in beeld. Dus ga het checken. Geef je challenge op. En dan gaan we misschien jouw wens in vervulling laten komen. Jij bent gek. Wat is er nou? Wat is er nou? In ieder geval, ja, ik ben hier met mijn nuppie en vriendin is werken, die komt straks thuis. En ik ben lekker met mijn nuppie gewoon hier zo. En, dan, en vanavond heb ik een talkshow met Keizer en met Lise Korpershoek, als ik het goed uitspreek. En ja, dat wordt dus een interview en ik ben nog... Wat denk je dat gek dat doe je? Ik ga je kieten. Gekkie mekkie. Hou je nog een beetje van papa? Hè? Kiki niet. Hey, je negeert mijn vraag. Hou je van papa? Ja. Ja? Papa kus dan? Mm. Love you. Love you. Love you. Love you. Hey, yo. Bye. Ja. Hey, Jeb. Hey, yo. Is helemaal gek. Deze vast van de vader. Nou, jongens, ik heb weer een pakketje binnen. Ik heb even de doos omgedraaid, omdat anders al mijn adresgegevens ziet en zo en noem maar op. Maar ik vertrouw de doosje niet, ik weet niet wat erin zit, het is raar, voelt raar van binnen. Lieverd, ja. Wil jij misschien, kom eens even. Oh, we hebben hier ondertussen ook Stef en die is net van werk afgekomen. Jumbo, hallo. Hallo. Hoi Lieverd, wil jij het pakketje misschien uitpakken, want ik vertrouw die, zoals een ploftie. Ja, dag. Nee, ja, wat maar... zou het zijn? Ja, weet ik niet. Ja? Huh? Alles vast zo? Nou, laten we hem uitpakken. Nou jongens, dit zat in mijn pakketje. Ik weet niet wat de fuck het is. Het is volgens mij van jou hoor. Van mij? Ja. Ja, een ster of zo. Oh. Wat is dat? Ja, dat is wel van mij. Nou jongens, wij hebben even jullie hulp nodig. Want wij snappen er niks meer van. Wij hebben dus visjes. Zoals jullie zien. En dan zou je denken dat het water nu al heel lang niet schoon is gemaakt, maar we maken het elke dag schoon en elke dag na een dag is het weer zo. Ja. Ik heb... Ja hoor. Is er eentje dood? Nee. Wat dan? Nou kijk, dit is wat ik bedoel. Dit is het zuurstof en dat gebeurde hier niet. Kijk. De zuurstof is goed nu. De zuurstof. Dat gebeurde bij dit niet. Maar je kan iemand dus eventjes uitleggen... Waarom het zo vies is? Ja. Want er zit een pomp in. Er zit een pomp in, er zitten schone steentjes in, alles. Maar elke keer wordt het water zo vies. Of dit zijn gewoon vieze vissen. Ik denk gewoon dat zuurstoftekort is, dat daar de... Love you. Love you. Nee, kus je even. Wat lief. Ga je ook een kusje aan de kijkers geven? Ja. Doe maar dan. Op de bij de camera. Er was trainers ondertussen in de trein en ik heb even eten gehaald. Mexicaanse geelkip en een smoothie met aardbeien. Of aardbeien, ziet er uit als aardbeien. Sinaasappel en banaan. Ja man, dit is mijn avondeten even. We gaan onderweg naar de talkshow en de talkshow is om 6 uur. Dus ja, dat is rond avondeten, dus ik ga nu even lekker eten. De talkshow en daarna weer naar huis toe. En ik hoop dat ik dan nog genoeg tijd heb om te trainen. Maar ja man, lekker onderweg. Lekker eten, ik heb best wel honger. Nou bro, kijk dat broodje man. Super lekker man.
niet liegen met jullie, maar het was super prijzig, man. Ik zei dat dit en dit, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als dit. 15 euro, man. Dat is gewoon niet normaal. Nou, ik ben ondertussen in Quartier Poutin. Wat de fuck is dat, Nes? Heroïne verslaafd. Waarom ben je weer terug? Waarom ben je weer begonnen? Toen wij super gaande begonnen, toen zei ik nog tegen je, stop met drinken. Het is heel moeilijk. Het is zo moeilijk. Patrick heeft me er weer ingesleept. Shit, Patrick weer. Ja, man, I know. Was lekker, Pik. Hoe gaat het met je haar? Ja, kom, het zit er fucking op uit. Hey. Ja. Nou jongens, wij zijn nog aan het wachten op naar Kei naar Kei. En die met... Hoe is die daar? Nee, dat is geen... dat is een bezorging. Bakshop. Hallo. In ieder geval, onze eerste gast is er wel. Hallo. Alles goed? Dus er zit in. Ja, dat was het. Normaal, maar. Ja, men, die moet je verwachten, want die is heel veel droge humor en. Ja. Misschien wat animatie in zult brengen. Dat is leuk. Ik kan hier een lekker koffie. Zo, Selma, helpt niemand je nou? Niemand. Niemand helpt. Van, wat is het? Is het een, zo, Robin, jij helpt niet eens. Hey, kijk waar ik zit, kijk waar jij zit. Keyboard, denk ik. Nee, ik werk hier niet eens, hè? Ik werk hier niet. Maar in ieder geval, jongens, wij zijn nog aan het wachten op Keizer. Maar mij hebben morgen ook een opname met Keizer en wij gaan ook morgen te laat doen. Ja. Te laat. Ja. Dus nog als een kwartiertje, maakt niet uit. We komen van te laat. Moet ik dan zelf eten meenemen of doen we dat? Ja, dat moet ik erin doen. Nou, jongens, als je dit zo ziet, dan denk ik, hey. De talkshow is voorbij, want hè, iedereen is weg. Nee. Haar is gegroeid ondertussen, man. In ieder geval, Keis is onderweg. Lize is al weggegaan. Ja, Lize, die komt zo terug. Die woont toch hier dichtbij en wij gaan niet wachten. Die gaat ze gewoon niet meer terugkomen, zeg eerlijk, man. Nee. Wat doe je, man? Yes, boys, we zijn ondertussen nog aan het wachten op Keizer en noem maar op. En met twee boys hier zo. Keizer, kom hey, you know how we rock it, man. 11-02 in die bitch, Strandvliet. En zijn al die mannen daar, Orem, RJ, ik zie jullie allemaal. En zijn naar QC, ja, of niet waar. De hele dikke SO. Maar wat? Ook niet. Je was hier al vlammen, Lekker, man. Oké, wel een dikke SO naar QC. En helaas, zondag kom ik jullie niet opzoeken op Kossing, want er is geen vis aan. Ja, die komt wel. We zijn er wel. Hey, je moet me wel niet luisteren. Luister, vraag. De laatste schaal die bij jullie rondgaat zijn de bitterballetjes, jongen. Laatste die jullie hebben gezien was zwart-wit televisie. En nu gaan wij gewoon. Maar jullie gooien wel die Facebook. Jullie gooien wel die Facebook grappen. Eerlijk, jullie hebben een goede Facebook pagina, hè? Nu. Jullie gooien die Facebook grappen. Wij pakken Europa. Hey, wanneer was wij leuk voor het laatste kampioen? Boys, laat ze maar praten. Ik weet wel, ik ga deze beelden opnieuw uitzenden nadat we de schaal hebben gepakt. Dan moet ik jullie weer opzoeken hier. Hey, boys, rustig. Hey, zie jullie. BR3CII. Nou, jongens, hij is er eindelijk. Kijk naar Kijk! Pak hem aan, bro. Lekker? Lekker, man. Ja, rustig, man, broer. Je bent er. Nou, man, Keis. Gold everything, man. Doe maar het beste. Hè? Gaat het, hè? Ja, gaat lekker, man, bro. Beetje chilling, beetje wachten vandaag alleen. En morgen, hey, morgen zijn we weer samen. Klopt, heb ik gehoord. Ik, wat wordt er dan? Of mag ik dat nog niet weten? Wat mag hij nog niet weten? Nee, hij mag nog niet weten. Maar je gaat wel heen geven, alvast. Het heeft iets te maken. Als je één hint gaat geven die je wil geven, denk ik, dan is die al verpest. Dat is wel zo. Eén hint gewoon. Ik denk aan Pasen. Nee, kom maar. Denk aan ei, toch? Dat is goed. Ja, ei gewoon. Denk aan Pasen. Hartstikke kijk. Ja, bro, meer ga je niet doorkrijgen van mij. Dat kom op, denk aan Pasen. Ja, bro, denk aan Pasen. Wat? Mats, hoe noem je dat? Mats. Matsepijn. Matsebrood. Matsebrood, wat? Die shit. Wat? Matsebrood? Dat shit weer, die droge zo. Die roge brood? Nee, die droge zo'n ronde shit. Pizza. Die brede punten. Crackers. Nee, dat is het. Helemaal niet vergeten, man, bro. Is dat echt, maar is dit een serieuze hint? Gewoon denk aan Pasen? Ja. Dit is de hint. Dat is de hint. Dus mensen eten het op Pasen. Hint net de vriend van Jamai. Of de vriendin, sorry. Dat was een punchline. Dat is de punchline, man. Hint. Hey, trouwens, over punchlines gesproken. Dit is een mooi. Hey, over punchlines gesproken. Meestal na de show, dan vraag ik mensen, gooi een verse. Maar omdat je zo laat bent, gooi even eentje. Ik word echt emotioneel als mensen daarover beginnen, man. Laatst heb ik alles per ongeluk gewist, man. Oh. Dus je moet begrijpen, een hele lijst met punchlines heb ik gewoon... Maar schrijf je zeg maar als je schrijft, die kut, schrijf die ook op.
Weet je niet. Lekker man. Ik ben verdrietig man, alles is weg. En je moet begrijpen, als je een punchline schrijft, ja. Of tenminste bij mij, dat komt nooit meer in mijn hoofd. Dus één keer opschrijven dan ja, weg. Toch? Dan, ik heb dan het gevoel dat ik het al gebruikt heb, dus dan komt het niet. Maar misschien heeft Priest er nog een paar voor je. Priest heeft sowieso genoeg. Ja. Zijn laatste sessie. Ik heb Priest al gezegd van broer, alles van mij is weg, maar ik moet met boodschappenkaart bij jou, man. Lekker, man. Nou, fuck, kijk eens. Ik heb het echt gelachen, man, bro. Wat echt tof, man. Was gezellig, man. Ja, man. Maar ga je gelijk door, of niet? Want ik moet plassen. Lies, was gezellig. Nee, high five ga ik je geven. Was super gezellig. Nee. Hey, maar Kees, heb je nergens een first die achterstevoren is of zo? Nee, man. I know, man. Bijna Kai. Kai. Maar wat betekent precies Kai naar Kai? Is gewoon Kees naar Kees gewoon zo? Takaina betekent alles en niets tegelijk. Oké, te kai. Te kwaai! Doe ik hem zo goed? Je kan kwaai! Kwaai! Je kan die takaina gebruiken voor ja, alles. Man. Oh, hier moet ik oppassen met filmen, maar als ik langs één raam sommige hoeren worden boos, kom gewoon met glas naar buiten en zo, man. Ja, ja man, ze zijn boos hier, man. Yes, we zijn onderweg terug naar huis en ik ga jullie even iets laten zien. Als je deze methodes kent, dan heb je struggle meegemaakt, man. Of niet? Dit zijn die stroom. Zeg maar. Is dat een originele kabel? Ja, wel door Apple gecertificeerd of zo. Toch? Dat noem je dat toch? Ja, ik weet niet. Jongens, kijk, hij laat op. Je moet hem al vier keer eromheen minder, anders laat hij niet op. Ik moet weer een nieuwe kabel kopen. Weet je hoeveel geld ik al aan iPhone kabels heb besteed, man? Dat is niet barkie. Ja, man. Dat is dan een vraag die je niet hoort te stellen, van hoeveel. Dus zeg maar ja, maar ik snap het, hoeveel zeg maar. Oh, zoveel, ja, zeg maar. Ja, te ja, veel. Te veel, ja. Ja, te veel, precies. Ondertussen thuis en ik zit achter mijn computer en ik lijk op een of andere medewerker van een telecombedrijf of zo, of iemand die komt helpen, klantenservice. Maar in ieder geval, ja, ik ben aan het skypen en ik praat met Petje Mos. Ik weet niet of ik dat geluid als... Yo, praat eens Petje? Yo, fuck up, bro. Fuck up, bro. Ja, de mensen kunnen hier wel horen, denk ik, man. Dus ja, ik ben nog even met Petje aan een paar dingen aan het bespreken, een beetje aan het lachen en zijn een beetje gek aan het doen. En ik moet de vlog nog afsluiten, ik moet hem snel editen, ik moet best wel morgen vroeg op, maar door Petje ben ik weer tot laat op ofzo. In ieder geval jongens, ik ga de vlog even afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Vergeet niet te liken, te subscriben, we zijn al bijna bij de 95.000 abonnees. Het duurt niet meer lang naar de 100k. Ik heb zo lang gewacht naar dit moment, maar eindelijk gaat het gebeuren man. Ik ben en zie ik jullie de volgende vlog man. Ik hou van jullie, later.